Premier Mark Rutte heeft vandaag via een livestream ook zijn excuses aangeboden voor het slavernijverleden op de resterende eilanden waar er een slavernij is geweest. Na zijn speech zijn er door Nederlandse bewindslieden toespraken gehouden. De excuses van Rutte betekenen dat er een nieuwe fase in de relatie tussen Nederland en Curaçao aanbreekt, zei de Curaçaose minister-president Gilmar Pisas na afloop van de toespraak van Rutte over het slavernijverleden. Premier Silveria Jacobs van Sint Maarten vindt dat er pas sprake kan zijn van excuses met inhoud als goed onderzocht is hoe kolonialisme kon gebeuren, wie daar allemaal door zijn getroffen en wie daarvoor verantwoordelijk is. Zo'n onderzoek moet geleid worden door bewoners van gebieden die vroeger tot de Nederlandse koloniën behoorden, zoals Sint Maarten. Aruba aanvaardt de excuses die premier Mark Rutte vanmiddag heeft uitgesproken voor het Nederlandse slavernijverleden. Elk welgemeende excuus is altijd welkom, zegt de premier van het eiland Evelyn Weaver Cruz in een reactie. Ze is Nederland erkentelijk voor deze eerste stap. Er komt een fonds voor maatschappelijke initiatieven om het slavernijverleden te verwerken en te herdenken, zei premier Rutte vanmiddag tijdens zijn toespraak. In totaal zal de regering 200 miljoen euro in het fonds storten. Het fonds wordt in een wet verankerd, schrijft het kabinet in een brief die het vanmiddag aan de Tweede Kamer heeft verstuurd.